Dag kijkers, Henry hier. Een oproep, want op woensdag 27 maart 2024 om 1400 uur is mij verzocht te verschijnen voor het gerechtshof, het hof Eidok 20 in Amsterdam. Dat schijnt vlakbij het station te zijn, moet ik even uitzoeken. Dit gaat om de betoging of het koffiedrinken van zondag 28 maart 2021 op het Museumplein in Amsterdam. En dat kwam een week en een dag na de zogenaamde Leidse Kademars, waarin iedereen vast stond daar op de Leidse Kademars, die een hele grote groep stond in ieder geval daar vast. En die werd toen afgevoerd met busjes tot buiten de stadpoort, zou ik maar zeggen, dat is buiten de A10. Verschillende locaties om weer terug te gaan. Dit is een hoger beroep, want de politierechter heeft de mensen die woensdag komen al veroordeeld tot €250 boete met een verwijderingsbijdrage of administratiekosten ofzo. En een strafblad. Die krijg je er nog even bij. Want je hebt het noodbevel genegeerd. Dat is een artikel 184 van het wetboek van strafrecht. Maar dat gebruiken ze natuurlijk om een onwelgevallige demonstratie te saboteren. En daar is een traditie in opgebouwd bij de gemeente Amsterdam. Want in 1966, op 17 juli, is er ook al zoiets geweest. Er waren toen op een rij waren Vietnam demonstraties. En op een gegeven moment heeft een hoofdinspecteur Koppenjan, die heeft besloten dat alle demonstranten in busjes geladen moesten worden en dan buiten de stadsgrens in Spaarnwoude of zo. Daar werden ze eruit gezet om dan weer terug te moeten lopen richting het centrum van Amsterdam. Aanhouding zonder een aanklacht, dat is onrechtmatig. En dus dat is toen al verklaard. En er is later in 1997, onder Wim Kok als premier en Scheltepartijn als burgemeester, heeft er ook zoiets plaatsgevonden. Toen waren het niet alleen betogers, maar ook toevallige passanten. Ze zijn allemaal opgepakt en naar Herengewaard, het cellencomplex, daar gestuurd. Die werden vastgezet tot na de Eurotop, die daarmee dus bijzonder geslaagd was. En daarvan heeft de rechter ook gezegd dat die aanhouding onrechtmatig was. En alle arrestanten kregen toen 1000 gulden schadevergoeding. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat niet om het geld wat je krijgt. Het gaat om je recht tot demonstratie. En zeker wanneer er een eurotop is. Want die zoveel keer 1000 euro, die is voor zo'n geslaagde eurotop, is het gewoon natuurlijk het zijn gewoon kosten. Daar betalen we ook gewoon aan mee. Nou, dus wat er in Amsterdam gebeurde, vooral dus de week daarvoor, maar het is vergelijkbaar op die 28 maart, dat is een beetje van hetzelfde soort. Dus het noodbevel is gewoon als een soort smoes gehanteerd om die demonstratie verboden verklaard te krijgen. Want die politierechter die heeft maar één van de onderbouwingen laten staan. En dat was de dreiging dat de harde groepen van die vent IJmuiden, die vent Amsterdam en de harde kern Ajax supporters, dat die voor ongeregeldheden zouden kunnen zorgen, omdat daarover gecorrespondeerd was in sociale groepen op het internet. Nou, dan is mijn vraag, wat hebben jullie daar dan mee gedaan? Openbaar ministerie en politie. Zijn jullie daar nog achteraan gegaan? Want als ik een bommelding doe, en die dan krijg ik ze wel achter me aan. Dus nee, het lezen van dat soort berichten heeft kennelijk de driehoek besloten om dan zelf maar de ongeregeldheden te verzorgen. Want voor het moment dat het hele politieapparaat het Museumplein schoonveegde met wagenpark, kennel, manege en natuurlijk de twee waterkanonnen, was het allemaal heel erg vredig. Er stonden mensen koffie te drinken, praatjes met elkaar te maken. Er waren ballonnetjes met hartjes, veel ballonnen met hartjes. En die kun je vinden
in het filmpje wat ik daarover heb gemaakt. Ik heb 2 filmpjes gemaakt. Een kort en een langer. Zoek ze op. Dat was het. Meer niet. Maar ja, ze wilden dit niet. Want ze hadden aan alle kanten had het bestuur de media onder controle en alle uitingen. Zodat niemand doorkreeg dat er misschien toch wel wat aan de hand was met al die maatregelen. En vooral wat toen er nog redelijk recent was ingegaan. Het inspuiten van allerlei mensen met een middel wat daarvoor nog nooit gebruikt was. En waar eigenlijk heel slechte proefresultaten mee geboekt waren. Daar ging het om. En waar het mij ook verder om gaat is je stapelen op het Museumplein. En dan heb je wel gezien of niet gezien dat er een noodbevel is. Want zo helder was het niet als wat het OM beweert. Goed, je hebt wel misschien door dat je daar niet zo gewenst bent. Dan moet je een inschatting maken of dat noodbevel rechtmatig is of niet. Ik geef het je te doen. Want zelfs de gemeente Amsterdam kon het niet. Want die hebben pas in de dagen na de massa-arrestatie het een en ander op papier gezet. Met een heel rijtje met onderbouwingen van waarom dat noodbevel dan zo nodig was. En Femke Halsema, de burgemeester van dat moment, die was er even niet. Ze weet niet meer waar ze gebleven is. Want het is in de gemeenteraad zijn daar vragen over. Ze wist het niet meer. Ze was waarschijnlijk naar haar oude vader toegegaan om zijn billen te wassen of zo. Ja, het is de goedheid zelf, die Femke. En ze is ook zo voor het demonstratierecht. Maar ja, dat was ze een beetje vergeten. Want dat waren ze vele talkshows eerder. Dat ze daarover ons in toch geïrriteerd als door een wesp gestoken reageerde op die man, die kerel daar aan de tafel. Het ging over een ander soort demonstratie. Dus dan sta je er natuurlijk ook scherper in als het om racisme gaat of zoiets. Of klimaat of zo. Iets in die geest. Nou, dus ze heeft die gifbeker even doorgeschoven naar haar loco-burgemeester Simone Kukenheim. Maar het ondertekenen had burgemeester Femke dus toch wel zelf kunnen doen. Want dat was na het weekend, toen ze weer terug was. Ja, nou, daar klopt al sowieso niet. Dus hoe dan ook, weet je, het gaat mij om dat demonstratierecht. Maar met alle strapatsen die ze op administratief juridisch terrein hebben uitgespookt, vindt de rechter waarschijnlijk nog wel wat glibberruimte om op een andere grond de hele arrestatie onrechtmatig te verklaren. Nou ja, het gaat daar, woensdag is het een regiezitting, dus de rechter gaat vooral luisteren, denk ik. En daarna moeten we het maar meemaken. Maar alle steun is van waarde. Dus als je de tijd hebt, als je de kans ziet om erbij te zijn, het is sowieso interessant, want dan zie je eindelijk eens wat er van je rechtsstaat nog over is. En de mensen die daar zijn, dit zal een soort reunie zijn. En wie daar zit, die voelt zich gesteund. Want je krijgt het wel even in je nek gelegd. Zo'n 250 euro boete met een strafblad erbij. Hè? Van zo'n politierechter die de boel maar marginaal getoetst had. Zoals die van mij heeft gezegd. Ja, dat was dus een heel rijtje politierechters. En dan de eerste die bepaalt natuurlijk hoe het verder gaat lopen. En die anderen die zeggen, die kunnen moeilijk zeggen van, nou, ik heb dus even naar het werk van mijn collega's gekeken, maar ik ga jullie vrijspreken. Dit is gewoon onrechtmatige aanhouding, dus je kunt gaan. Nee, dat doet geen politierechter als die de zoveelste in het rijtje is, die zo'n zwikkie van 6 verdachten voor zich heeft. Want dan wordt het voor die politierechter heel eenzaam zijn broodje kroket eten in de kantine. Want ja, rechters, het zijn net mensen, hè? Ja, dus kom alles, als je kunt, Eindhoek 20 op woensdag 27 maart 2024 in Amsterdam. En geen demonstratieuitingen of zo, want dat geeft alleen maar rottigheid. Dus het is ook niet met een stop de lockdown t-shirt in de rechtszaal zitten, want daar kom je niet. Dat